Hi, ik ben Ferdinand. Deze drie JBL-speakers die lijken qua design nogal op elkaar. Toch verschillen ze qua formaat, overduidelijk, qua geluid en qua functies. Dus mocht je nou twijfelen tussen deze drie speakers, dan ga ik je helpen een keuze te maken. En aan het einde van de video laat ik ze ook nog eventjes alle drie achter elkaar horen. We hebben hier de Flip, de compacte speaker. We hebben hier de Charge, de middelgrote speaker. En de Extreme, de grote speaker. Nou, om ze gelijk te vergelijken, eventjes het formaat. Deze is 18 centimeter, deze is 22 centimeter en deze grote is bijna 30 centimeter breed. Maar belangrijker is nog het gewicht natuurlijk. Nou, deze is vrij licht, ongeveer een halve kilo. Je merkt het bijna niet in je rugtas. Hij heeft ook het formaat dat hij er makkelijk in past, dus die neem je ook makkelijk mee. De Charge die is het dubbele in gewicht, een kilo. Dat verschil voel je wel. Hij is ook een stukje groter, dus je moet al wat meer ruimte reserveren in je strandtas of in je rugtas. Ja, en deze, ja, dan moet je wel een bijzonder grote rugtas hebben en een beetje een sterke schouder. Wil je die nog in je tas proppen? Maar in het andere geval, wil je deze nou meenemen, dan hebben we deze nog. Die wordt meegeleverd bij de Extreme. Een schouderband, die klik je aan de bovenkant vast en dan kun je makkelijk meenemen over je schouder. Alle drie de speakers zijn volledig waterdicht en stofdicht met IP67. Deze heeft een accuduur van 12 uur. Deze heeft een accuduur van 15 uur. En waarom sla ik deze over? Nou, omdat deze de hoogste accuduur heeft. Een uithoudingsvermogen van 20 uur. Dus mocht je nou een hekel hebben aan opladen of mocht je dat nou steeds vergeten, ja, dan kun je het beste gaan voor de Charge. Bovendien beschikken deze twee grotere speakers aan de achterkant ook over een powerbank. Daar zit een aansluiting, daar kun je je telefoon op aansluiten, zodat die het ook heel de dag volhoudt. Deze heeft daarnaast, want die heeft een wat groter klepje, ook nog een aansluiting voor een jack aansluiting. Mocht jouw muziekbron niet beschikken over Bluetooth, dan kun je dat met een jack aansluiting alsnog aansluiten. Verder zijn deze kleinste speakers in tot wel 9 verschillende toffe kleuren te verkrijgen. Ik heb even alle kleuren van de Charge achter elkaar neergezet, waarvan ik toch denk ik de blauwe wel het mooiste vind. Qua geluidskwaliteit zit je eigenlijk met de Flip al prima. Er komt best wel mooi geluid uit, heel helder en de bas is ook nog wel goed aanwezig, zeker voor het formaat speaker dat dit is. Nou, je kunt hem goed gebruiken om hem mee te nemen naar vrienden of met een klein groepje mensen naar het strand. Of in elke kamer van je huis kun je hem lekker meenemen. Of als je nou mensen op visite hebt, hè, 3, 4, 5, 6 mensen in een kamer, dan heb je met deze eigenlijk prima geluid. Nou, de Charge die klinkt voornamelijk op hoge niveaus van het volume, klinkt die nog wat krachtiger. Dus gebruik hem in dezelfde situatie, maar dan misschien met meer mensen in een grotere ruimte, een verdere range. En dat merk je dan voornamelijk in de bas. In het verlengde van deze kwaliteitsgroei hebben we eigenlijk hier de Extreme. Ja, ik merk dat ook op hogere volumes dat deze toch het krachtigst klinkt. Ook voornamelijk te merken in de bas. En dat is ook geen verrassing, want als je kijkt naar die basradiatoren aan de zijkant, die groeien ook steeds mee. Deze kun je dus perfect gebruiken als je thuis een feestje geeft met echt een kamer vol met mensen. Of ga je nou naar het strand met een wat grotere groep mensen, ja, dan neem je deze mee. Dan kan iedereen nog steeds genieten van de muziek. En misschien zelfs ook een beetje de buren op het strand die naast je zitten. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Mocht het nou toch niet voldoende zijn, wil je nou in een hele grote woonkamer een groot feestje geven met heel veel mensen, dan kun je overwegen om meerdere speakers van JBL die beschikken over JBL Party Boost met elkaar te koppelen voor een hoger volume. Oké, dan als laatste gaan we nog eventjes luisteren naar alle drie de speakers achter elkaar. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen op deze manier. Wil je nou meer informatie specifiek over één van deze drie speakers, bijvoorbeeld de prijs of een andere specificatie, klik dan op de link onder deze video. En heb je nou het gevoel, ja, mijn keuze zit hier niet bij? Ja, dat kan natuurlijk ook. Er zijn meer speakers van JBL, kleiner dan de Flip of zelfs groter dan de Extreme. Voor de volledige line-up, een video daarover, klik op deze link. Voor nu, succes met je keuze en tot de volgende video. Hi.